Wat gaan we doen eigenlijk precies? Dat gaan we uitleggen. We gaan Dumpert reten. Dumpert reten 51 met Alistair over 1. Yes. We wilden eerst met hem vechten, maar ik ben bang dat ik hem blesseer. Dus laten we maar gewoon achter de tafel. Dat mag niet gebeuren voor de wedstrijd. Hè? Na de wedstrijd kunnen we vechten hoeveel jij wilt. Ja, dan is zijn we op wedstrijd vakantie. Zo. Kunnen we echt een half jaar niet. Leg even uit wat Dumpert is, want dat weet niet iedereen. Je kent Dumpert? Uiteraard. En we gaan dan filmpjes reten. Nou ja. 0 tot 100 of 0 1 tot 5. Ik vind dat gedeelte op de grond altijd een beetje gay, eigenlijk. Ja? Nee, ja. Nee, eigenlijk niet, nee. Diaz gets the ball! My goodness! Heb jij wel zo hard gebloed in het gevecht? Nee. Ik kom meestal redelijk ongeschonden de wedstrijd uit. Ik zou heel erg de neiging hebben om dan met doekjes aan te komen zetten. Sorry. Met servetjes. Ik geef sowieso McGregor gelijk 5 reten. Ik ga jouw grap stelen, mag dat? Goede techniek! 4 reten. Ik geef hem op 5, want ik zat er bijna in de arena en het was, ja... Oké, die gozer wordt dus opgebeld 8 dagen van tevoren. Maar sorry hoor, ratings moeten een beetje kort zijn. 5. Die ene lijkt wel een beetje op jou. Er gebeurt eigenlijk niks. Wacht even, er gebeurt nu al wat. Kijk, als je klein bent, dan hoort het niet, vind ik. Gewoon een paar tikken, totdat iemand opgeeft, misschien dan nog 1 tikje na. Ja. Jezus. Ik geef 4 reten voor die gozer die Dumpert roept. Als je dan filmt en er gebeurt iets, roep Dumpert. Dat is ook goed voor onze marketing. Dumpert! Gewoon teleurstellend dat we een vechtfilmpje aan Alistair moeten laten zien wat in VVS is. Kan echt niet. 2 reten. VVS? Vertical video's. Ja, dus ze hebben niet... Nee, ze hebben niet gekanteld, dus we zien, lopen uit beeld. Gewoon zonde. Kunnen we gewoon niet zeggen van, als je nog een keer VVS filmt, komt Alistair je in elkaar slaan? Take down and ground upon it. Jij tering! Zo! Nice! Zou het een stiltecoupé zijn geweest? Allemaal vechten en dan één in de hoek. Geef hem een 1,5. Voor die klap? Voor die klap. Goeie klap. Als hij nou, als we hem nou plat had opgenomen, dan was het voor mij betreft meer waard, maar ja. Dit gaat om, asociale inhaalactie. Oh! Hij houdt hem ook maar net op de weg. Nee ja, schandalig. Echt verschrikkelijk. 4 reten. Ik geef er 2. Als het nou een... head-to-head collision was, dan had ik een 4 gegeven, maar ja, die ontbrak. Dus 2. Ja. Ja, jij bent ook helemaal verziekt door Dumpert uit. Ja. Als er niet genoeg geweld in zit, dan... Het filmpje moet wel wat nieuws te melden. Ja. Weet je al van het geheime soundboard in de Dumpert app? Nee. Kijk, Dumpert gewoon op zijn eerste pagina. Als je erin zit en je schudt heen en weer met die telefoon gewoon. Serieus, ik maak geen grap. Sorry. Heen en weer schudden met die telefoon. Kijk! Geheime soundboard. Ik kneuk jullie allemaal de moeder. Hij gaat namelijk een frontflip proberen op een hoverboard. Oh nee, alsjeblieft. Nee. Nee. Tot zover je nek. Als je op je hoofd valt. Dat is helemaal niet leuk of op dit. Je nek ben je verlamd voor de rest van je leven. Het is niet leuk, maar we hebben wel gelachen. Oh. Hij komt niet eens halverwege. Ik geef hem 4. En waarom geen 5? Omdat het toch dat, dat verticaal is. Het moet horizontaal, jongens. Onthoud dat. Maar het heeft wat in me losgemaakt. Rolstoelbasketbal is ook leuk. 3 reten. Oh, ecstasy. Nee. Het schaadt de gezondheid, hè? Dat is dus de grap. Deze dude is totaal nuchter, hè? Nou, dat is toch een goede power move, of niet? Move. Hier, kijk dan. Horizontaal weer, hè? Jongens, leer het nou eens een keer. Het moet horizontaal zijn, niet verticaal, horizontaal. En kijk, als je dit dan doet, hè, met iets op,
Zorg dan in ieder geval dat het een beetje de moeite waard is. Ik vind het knap dat deze man dit volledig brood, totaal, compleet nuchter, zo leuk doet. 4 reten. Nee. Ik zeg altijd, je moet dansen alsof niemand kijkt. Maar zorg dan wel dat er niemand kijkt. 2 reten. Even de reageurdersronde, maar Alistair moest weg. Logisch. Dus doen we even samen jullie reageursels. Eerste topcomment. Geen beugelsdijk. Er zit zoveel in die show. Zoveel. En dan echt geen beugelsdijk. Ik wil graag voorstellen dat er nu 2 dumpertreten per dag komen, dubbel M. Zodat we Marlena Tieten kunnen binnen 2 jaar. Ik zou Marlena Tieten binnen 2 jaar ook wel willen kunnen. We zouden dat allemaal wel willen. Kunnen. Ik wil Kip, zegt... Ik heb alle afleveringen teruggekeken en er zijn in dumpertreten 1 tot en met 50 2375 reten gegeven. Nee, grapje. Wie de fuck neemt daar nou de tijd voor? Ja, ja. Nou, ik ken iemand. Dus die kennen hem niet. Maar er is iemand die daar dus inderdaad de tijd voor neemt. En het wordt eigenlijk wel tijd dat hij weer ons nieuwe statistieken stuurt. Willen we de nieuwe statistieken ja. zien, jongens? LeJohn Brames, dat is een verhaspeling van Snap de Ja, heel mooi. LeJohn Brames zegt, jullie weten dat het afstandsbediening in het reetfilmpje fake is, toch? Ja, maar alsnog hebben we een gast gezien die probeerde een afstandsbediening in zijn reet. Ik wist niet dat dat fake was. Ja, ik wist dat wel. Ja, echt serieus? Nee. Persoon 93, we hebben het gehaald. Dumpertreten 50, beter dan ontmaagd worden dit. Dat is zeker waar. Want sowieso, ontmaagding is vaak, en voor mij niet natuurlijk, maar voor veel mensen echt een helemaal niet zo interessante ervaring. Want nee. Je kan het niet, je prutst maar wat, weet je wel. Pijnlijk. Ja, bloed. Gênant. Pus, ja, nee. Ik zal handhaven, zegt. Ik beeld me altijd in dat de Marleen-reaguurders van haar leeftijd zijn. Maar dikke kans dat er ook een paar vieze opa-reaguurders keihard fappen op haar. Overigens is er al iemand geweest die haar buiten in het echt is tegengekomen. Ja. Wij. Titus zegt, ik blijf erbij dat Maxim gewoon Quid zijn vader is. Ja, dat heeft Titus goed gezien. Ik vind Quid een steeds grotere lul worden. Doe maar weer een nieuwe sidekick. Nou, die hadden we vandaag. Ja, maar min 51, hè? Min dus, 51. Dus gewoon de people staan achter jou, Quid. Geen probleem. Er staan in ieder geval 51 mensen achter. Nou, wie heeft er 51 fans van jullie? Hè? Metaalknerf zegt, echt zo'n aflevering voor Van Leeuwen. De tieten worden gecensureerd en de strieker mag zijn piemelmoos vrij laten bungelen. Ja, ja zeker. Maar dat is, daar kan ik niks aan doen. Dat zijn de YouTube-Facebook-regels. Weet je wel, gewoon preutse Amerikanen. Piemel's oké, okay, tieten niet. Maar geef toe, je vond het wel fijn. Ik vond, nee. Ik heb een leuke edit gehad. Zie je, hier kunnen we gewoon even stil bij zijn. Het is gewoon helemaal volgespoten met, toch of niet? Met sperma? Echt? Ja, ook, maar... Maar... Ik denk niet helemaal punitief. Nee, hè? Maar goed, aan de andere kant... Ja. Ik klaag er niet over. Jij? Waar is de broek dan als ze wel een shirt aan heeft? Dit slaat toch nergens op? Waarom staat ze in een korenveld? Ik zou altijd dan een broek aandoen en geen shirt. Als hooikoortspatiënt vond ik dit echt een heel vervelend filmpje. 2 reten. Ik geef hem 3 reten omdat ze laptop vastloopt. Je hebt veel porno gekeken. Ja, maar dan krijg je toch geen virus meer doen? Weet je niet. Zijn er UFC fighters die homo zijn? Niet dat ik weet. Niet uitgesproken in ieder geval. Niet dat ik weet, maar goed. Nederlandse studies, 10% is homoseksueel, 10% is biseksueel. Kan niet anders dat ongetwijfeld, misschien niet nu, maar ooit een keer... Waarom moet de politieagent in Nederland altijd met z'n 30... Oh, hallo. Ja, dan heb je Megan nog niet gezien. In Amerika had hij misschien al 20 kogels in zijn lichaam gehad. Hij is aangereden. Ja. Dus komt rook uit de motor. Kijk, dat betekent dus dat het. Dat doen ze niet zomaar, lijkt mij. Nee, die zal iets op zijn hebben. Dus het zal een verdachte zijn van iets. En ja, je moet ook gewoon luisteren. Hey! Ik snap wel dat die mensen gaan roepen. Waarom? Want ook, nou, omdat het gewoon volgens mij ook een soort van reflex is. Je ziet dat iemand heel erg geslagen wordt en denkt van, hey, stop, weet je wel. Ook al heeft hij het misschien verdiend. Misschien was het familie, misschien waren het vrienden. Hallo! Gillende omstanders. 0 reten. Ah, 2. Ik dacht dat iemand in elkaar zou worden geslagen. Dat werd ook wel een beetje. Nee, hij werd uit de auto gehaald, schuine streep bevrijd. Dit was Dumpertreten 51.
Jij ontzettend veel succes in je gevecht. Sloop hem. Nou echt, maak hem kapot. Gaat helemaal goed komen. En vergeet je moeder niet vandaag.